Gefeliciteerd met de overwinning, maar ook met je goal. Ik denk dat je een seconde of 30 in het veld stond. Eerste balcontact, wat denk jij? Ja, volgens mij wel eerste balcontact, ja, klopt. En hij zat er lekker in? Ja, zat er zeker lekker in, ja. Hoe fijn was het om deze goal te maken? Hoe fijn? Ja, heel fijn natuurlijk. Na wat er allemaal is gebeurd met ons team natuurlijk. We draaien niet zo heel goed op het moment. Maar dit is natuurlijk dan wel extra lekker ook. Ja, je bedoelt dan natuurlijk dat we dan 3 wedstrijden hebben verloren. Dat je er zondag wat eerder afging. Hoe waren het de afgelopen dagen voor je? Ja, de wissel tegen Excelsior, ja, dat hakt er natuurlijk wel even in. Ja. Maar de volgende dag is het ook gewoon klaar. De trainer heeft dan gewoon een goed gesprek met mij en dan vertelt hij gewoon wat de reden was. En dan ga ik ermee akkoord. Dan blijf ik gewoon hard werken en ja, vandaag pakt het goed uit. Dan gaat de knop om en dan val je in. En toen dacht je, laat ik er maar gelijk maar inschieten. Ja. Vertel eens hoe snel het ging en hoe die goal uiteindelijk ging. Ja, volgens mij, ik weet niet precies hoe Clasie de bal kreeg in het middenveld. Hij kreeg hem in 1 keer doorgespeeld, zeg maar, bij mij. Hele goede steekbal. Verdediger kwam achter me aan, ik kapte hem uit. En toen was het eigenlijk alleen binnenschieten. Ja, en toen zat hij erin. 2-0, toen dachten we nou, nu zit het wel goed. Maar toen viel hij heel snel daarna die 2-1. Ja. Wat gebeurde daar allemaal? Ja, ik denk dat we gewoon even niet scherp waren weer. Dat het daarom mogelijk is. Want ja, als we scherp zijn, dan valt zo'n goal natuurlijk niet. Nee, want dat is het inderdaad en dan valt hij. Toen was het even billenknijpen, je kreeg nog wat mogelijkheden, zag ik. Hoe voel je dat we verder speelden vandaag? Ja, ik denk dat we de eerste helft niet slecht speelden, maar zeker geen goede wedstrijd. En het was natuurlijk sowieso heel moeilijk tegen deze tegenstander, dat weet je van tevoren. Maar ik denk dat we de tweede helft wel een knopje hebben omgezet en het is gelukkig goed uitgepakt. Ja, is dat dan ook het gevoel dat het meest overheerst vanavond, dat je door bent naar de volgende ronde, dat je wint? Ja, tuurlijk. Ja. Ook met slecht voetbal moet je die wedstrijden winnen. Dat is natuurlijk waar het om gaat. En overwinteren is natuurlijk heel belangrijk voor onze club. En voor ons natuurlijk ook. Ja, nou heb ik net even gekeken naar de wedstrijd. Ik heb een nieuw talent van je ontdekt. Een nieuw talent? Ja, zingen door een megafoon. Dat ga je ook wel goed af, hè? Nee. Ja, ik doe mijn best, hè. Ja. Maar je kent de liedjes wel. Ja, tuurlijk. Ik zit er al een tijdje. Je zit er al een tijdje, dus die kan je goed meezingen. Ja, en Dani helpt me goed.